Hey Paul, we lopen in het Leusveld. We hebben het schetsontwerp Waardevol Brummen net afgerond. Ja. En hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind het heel mooi dat in de afgelopen 2 jaar via een goed gebiedsproces en veel gesprekken met boeren en inwoners dit nu tot stand gekomen is. En dat we dat ook vaststellen nu. En dat we goede afspraken hebben gemaakt over de samenwerking tussen provincie, de gemeente Brummen en jullie als waterschap. Hoe merk jij nou dat Waardevol Brummen leeft? Nou, ik vind het een heel boeiend en spannend proces. Want wat we gedaan hebben natuurlijk, heel veel mensen betrokken. En ik merk dat mensen ook heel erg betrokken zijn bij hun gebied, bij hun leefomgeving. En dat ze kennis gedeeld hebben met ons. Dat we eigenlijk samen dat schetsontwerp hebben gemaakt. En daar zitten alle facetten in die we hier in dit gebied willen realiseren. Maar vooral samen kennis gebruiken, grote betrokkenheid. En mondt uit in groot vertrouwen. Van we zijn hier op een goede manier bezig. Ja. En het zal ongetwijfeld, zullen er hiccupjes komen. Maar vertrouwen, betrokkenheid en kennis. Die drie, dat vind ik heel erg belangrijk wat hier gebeurd is. Ja. Ik denk het ook hoor. Ik denk dat merk ik ook wel als mensen me in het dorp daarover aanschieten. Van ja, dat gesprek en meedoen in dat gesprek. Echt volwaardig meedoen als boeren en als inwoner heel belangrijk is. En ik vind het heel mooi dat we nu echt in dit gebied gaan werken aan en water vasthouden. En boeren proberen een nieuwe toekomst te geven. Het landschap versterken, hè, in de zin van bijvoorbeeld biodiversiteit. Frans, wat is volgens jou nou de kern van het project Waardevol Brummen waar we mee bezig zijn? De kern is dat we de effecten van de klimaatverandering tegengaan in dit gebied. Dus naar een klimaatrobuust gebied waar we in 2050 ook nog kunnen wonen, werken en leven. Dat is de kern. We merken hevige piekbuien, hevige periodes van droogte en dat is niet in evenwicht met elkaar. En we moeten dat via een robuust watersysteem weer met elkaar in evenwicht zien te krijgen. En betekent dat dan ook dat we natuurgebieden gaan vergroten? Dat we voor flora en fauna bijvoorbeeld ook een versterking van het gebied gaan geven? Jazeker, flora en fauna en met name natuurgebieden zijn de buffers waar het water in opgeslagen kan worden voor droge periodes. En hoe zie jij dat dan? Nou, ik hoop ook dat we dat kunnen gaan bewerkstelligen en ik denk ook dat dat kan. Maar ik denk ook dat we boeren een toekomst moeten geven. Dat zijn de dragers in het systeem. Ja. En dan hoop ik dat we met natuurinclusieve landbouw, waar we met de provincie Gelderland bijvoorbeeld mee bezig zijn, met die boeren in gesprek kunnen komen om te kijken of zij voor de toekomst hier ook een functie kunnen hebben. Maar ik weet niet precies hoe jullie als waterschap daar tegenaan kijken. Ik zei net van ja, we moeten naar een klimaat robuust en daar past ook in dat ook de landbouw zich aanpast. Wij moeten ons als mens aanpassen aan die klimaatverandering, maar ook de landbouw en ook de mensen die hier wonen en ook de natuur zal zich aanpassen. En dat moeten we met elkaar in evenwicht brengen. En ik heb er vertrouwen in dat we dat bij Waardevol Brummen echt aan het proberen zijn. Oké, Paul, dank voor je gastvrijheid hier. Want ik vind het altijd een genoegen om hier te zijn. En we gaan ons opmaken voor de deelgebiedsbijeenkomsten en de gebiedsateliers. Waarbij we met de bewoners weer verder gaan praten om het schetsontwerp tot uitvoering te brengen. Ja, nou heel graag gedaan. Je bent hier altijd welkom. Het is ook altijd een genoegen om jullie hier te hebben. En ik kijk uit naar de volgende stap en de samenwerking die we zijn gestart. Ja, ik ook.